Harald, het grote feest van vanavond zit er weer op. De finale is gedaan, de winnaars zijn bekend. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Nou, de afgelopen weken hebben eigenlijk alle scholen van Dedemsvaart en Balkenbrug hebben dansles gehad. In 5 lessen hebben zij de cha-cha-cha en de jive geleerd. Daarna hebben ze afgedanst. En de beste paren van die school, van iedere school, daar de beste paren van, die waren geselecteerd en die waren hier vanavond. Die hebben dus met tegen elkaar gebatteld, zeg maar. En dan waren 35 paren hier vanavond aanwezig, dus 70 kinderen. Nou, de jury, die, uit die 35 wordt eerst een groep kinderen geselecteerd die gelijk doorgaan naar de halve finale. De anderen dansen nog een keer een rondje, een herkansingsronde. En er worden ook 6 paren uitgeselecteerd. Nou, dan hebben we een halve finale van 12 paren. Die dansen tegen elkaar. En daar komen 6 paren uit voor de finale. Nou, en dan wie 1, 2, 3, 4, 5 of 6 is. En zo gaat het in zijn werk. Zo gaat het in zijn werk. En dan 3 juryleden. En die mogen hun mening daarover geven. En dat wordt bij elkaar opgeteld. En dan komt er uiteindelijk een winnaar uit. De tweede plaats gaat naar De Regenboog. 5 minuten. En dat houdt in dat de beker en het goud gaat naar De Langewieke. Stem voor Lars en Emma. Yes. Lars en Emma!